zijn op bezoek bij Aart Blom. Hij is kersenteler. Het regent dat het giet en het waait als een gek, maar we trekken er toch op uit. Aart, het is hondenweer, maar we staan wel tussen prachtige mooie kersenbomen. Waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, kerst is gewoon, ik ben erin opgegroeid vroeger. Er stond de hele Betuwe vol met kersenbomen. En het is gewoon een heel mooi product. En kersentelen, hoe gaat het in zijn werk? Is het een pitje in de grond en komt er een boom uit? Zo ging het vroeger wel, maar tegenwoordig gaat het heel anders. Ouderwetse kersenbomen groeien op eigen kracht tot 15 meter hoog. Maar ja, dat is onhandig met plukken en dus eigenlijk ook verleden tijd. Tegenwoordig hebben we een groei, een onderstam. En daar wordt de variëteit opgezet. Dat kun je hier eigenlijk zien. Dit is de groei. En hier komt het soort op. Ja. En daardoor blijft die boom kleiner. En daardoor is het plukken natuurlijk goedkoper. En wat we ook nog gingen doen, zijn die kersen overkappen. En al deze mooie kersen aan die boom, dat gaat niet vanzelf, denk ik. Hoe gaat het in zijn werk? Je hebt altijd twee soorten kersen nodig voor de bestuiving. Dus we zetten die boom gaat helemaal vol met bijtjes. En die bijtjes die vliegen eigenlijk bij 17 graden. Maar we zetten er ook nog hommels tussendoor. Want die beginnen al bij 10 graden te vliegen. Oh, kijk. Dus als je een heel koud bloeiweer hebt, ja. dan zijn er de hommels. Ja. Kersen plukken is een kunst en Aart gaat mij dat leren. Nou, je pakt ze in principe pak je het takje. Oh, hier kunnen we misschien een mooie. Ja, je pakt ze bij het steeltje. Ja. En dan knik je ze eigenlijk omhoog. Maar dit wordt echt ongeveer 1 voor 1 geplukt. Ja, klopt. Het is ongelooflijk heel arbeidsintensief. Veel werk. Ja. Ja, heel arbeidsintensief. Jeetje. Ja, kijk, en het is de bedoeling dat je niet dit hele dingetje eraf pakt zo. Want hier zo zitten de knopjes voor volgend jaar alweer. En die hoogstambomen, bestaan ze nog? Ja, die bestaan nog wel. We hebben hier vlakbij in de buurt nog een stukje hoogstam. Want ik wil op een ladder staan, dat begrijp je wel. Dan gaan we daar kijken. Ja? Zo. Ik ben benieuwd. Oh, ik vind het best spannend. Ik heb hoogtevrees hoor. Ja. Dus ik ga niet al te hoog. Ja, het gaat goed. Oh, het is heel eng, jongens. Ja, dat is goed, je kan niet zo goed naar achter kijken. Je moet voor dit werk absoluut geen hoogtevrees hebben. Wow. Nou, ik heb al behoorlijk wat. Mag ik alweer naar beneden? Ja hoor. Ja? Ja. Wil jij mijn mandje aannemen? Ja. Nou, val niet tegen. Jet. Nee, ben je tevreden? Ja. Nou, ik ga eens even van mijn eigen oogsten proeven. Voor de 100ste keer. Heerlijk. En wanneer zijn jullie dan begonnen om met de kleine boompjes te gaan werken? Dat is denk ik een jaar of 15 geleden. Want dat was echt noodzakelijk? Dat was echt, eigenlijk waren alle hoogstambomen, ja, er stond nog een enkele boomgaard, die was er nog, maar de meeste waren allemaal gerooid. En het had echt niet veel gescheeld, of het was helemaal verdwenen uit de Betuwe. En nu komen we toch weer helemaal terug. Ja. Nou, en ik vind het ook wel heel erg leuk om te zien dat er nog een beetje op de ouderwetse manier de kersen worden geplukt. Ja. Nostalgie.